Dames en heren, jongens en meisjes, een van harte goedemiddag en welkom bij het live programma Actua dat dagelijks uitgezonden wordt op kanaal 8.2 en kanaal 8.3. Het is een samenwerking van het Nationaal Informatie Instituut en STVS. Wat is actueel vandaag in Suriname? Waarover praat iedereen? Gisteren is een van de repatriatievluchten gearriveerd in Suriname waar meer dan 200 man voet heeft gezet aan Surinaamse bodem. Iedereen praat nu daarover. Hoe zal het zijn met onze repatrianten? Waar zitten ze en wat zullen ze allemaal doen? Goed, behalve de repatriatievluchten hebben we ook andere dingen die gaande zijn in Suriname. Een van ze is dat er een videoboek is op social media op dit moment waarbij er wordt gesproken over het coronavirus, maar op een heel makkelijke manier dat het goed te volgen is voor kinderen of we zeggen met een netwoord minderjarigen. In het kader daarvan hebben wij mevrouw Indra Hu op bezoek. Goedemiddag mevrouw Indra, hoe gaat het met u? Goedemiddag, gaat heel goed. Godzijdank. Mooie hoed heeft u, moet ik zeggen trouwens. Vertel hoe het rijdt. Heeft u dat zelf gemaakt? Ja. Ja, dan helemaal ziet, zelf. Ziet er goed uit. Ik denk dat ik bij u langskom om ook zo eentje voor me te maken. Nou, nice. U vertelt ook zoveel iedere keer, dus het mag, hè? Want dat is, als je dit op hebt, kan je heel veel vertellen. Dus. Oh, dan moet ik het lenen, denk ik. Mogen we weten wie Indra Hu is? Weet u dat ik dat altijd een moeilijke vraag vind? Hoe moet ik mezelf noemen? Ik ben als eerste Indra Hu. Ik ben getuwd Hu. Ik ben Ramdas. Maar ik ben Surinamer ook. Ja. En ik vind dat zo moeilijk. Wat wil je weten eigenlijk van Indra Hu? Dat vind ik altijd moeilijk. Maar goed, ik ben Indra Hu. Ik heb twee jongens, Ryan en Vincent. Ik ben schrijver. Ik ben muzikant. Ik hou van koken. Ik ben met kinderen bezig. Ik ben met iedereen bezig. Ik vind het gewoon leuk om blij te zijn, blijdschap te geven. En ja, iedereen in vreugde te zien. Dat is kort wie ik ben. Als we u zien, dan voelen we ons ook verheugd door mevrouw Indra. Dat is de bedoeling. Die vibe moet er zijn, ja toch? Nou, mevrouw Indra, u bent begonnen met een videoboek. Van waar het initiatief? Ik ben schrijver van 20 boeken ondertussen. Dat heeft daarmee iets te maken, vandaar dat ik het dat als eerste vertel. Op 5 maart heb ik mijn 20ste boek gelaunched. 5 maart. Iedereen kan zich heugen, ik vergeet het nooit meer, op 6. Hebben gehoord dat we eerst een COVID-geval in Suriname hadden. En dat de maandag erop een partiële lockdown was. We beginnen met scholen, geen scholen. En overal werden er maatregelen genomen. We dachten, nou, wat gaat er gebeuren? Plotseling geen school. Kinderen die repetities hadden, lopende dingen, gaat plotseling niet meer door. Wat is er? Mama, waarom moeten we thuis blijven? Coronavirus, COVID, wat is dat allemaal? Ik heb in 2012 een boek geschreven en mijn eerste jeugdboek was dat. En dat is getiteld Laat mij niet alleen. Het gaat over een jongen, Vikash, 12 jaar is hij. En hij is HIV-positief. Een virus. Daarin heb ik vereenvoudigd uitgelegd aan kinderen wat HIV en AIDS is, de ziekte. Toen dacht ik, weet je wat, ik heb een page, mijn Facebook page. Met kinderen ben ik elke dag bezig, school, whatever. En laat me ze uitleggen wat het is. Het idee, die week die volgde, in de eerste week eigenlijk, dacht ik, wow. Ik zag zoveel video's, WhatsApp, ik ging zelf kijken. Iets greep me vreselijk aan. En dat was een WhatsApp-video die ik zag van Spanje, waarbij mensen 65 plus niet meer beademd zouden worden. Er werd een keus gemaakt. Oh, dat hitte me zo erg. Ik was zo emotioneel toen ik die beelden zag. Ik dacht, nee, dit moet niet gebeuren in Suriname. Onze kinderen moeten weten wat het is. Onze ouders moeten begrijpen. Mensen die het nog niet snappen, moeten weten wat het is. Als ik u gewoon zo ga vragen, wat is een virus? Zeg me. Ja, precies. Een kind zou daar geen antwoord op kunnen geven. Toen dacht ik heb het al gedaan. Laat me het lezen. Ik heb een paar video's voor mezelf opgenomen. Maar toen dacht ik, weet je wat? Ik wil dit breder doen. Dit is niet iets dat gewoon zomaar is. Ja. Dit is iets dat zo gevaarlijk is. Wij moeten strijden. Letterlijk strijden. En dus dacht ik ga schrijven.
dacht ik, nou, als ik schrijf als schrijver, hé, ik ben geen dokter of zo, ik moet iemand hebben. Er is een dokter met wie ik altijd samenwerk. Nania Braafheid, kinderarts. Ja. Ik heb haar gebeld. Ik zei, ik wil zoiets doen. Kan je me helpen daarmee? Ja, stuur maar, zegt ze. Het zal gewoon een A4'tje zijn. Ik dacht bij mezelf, A4, oké, ik kan het sharen. Maar ik wil iets meer bereiken ermee. Meer mensen bereiken, dat ze begrijpen waar het om gaat. En toen heb ik gedacht om het te zetten in een PowerPoint. Informatie. En dacht ik, leuk, die slides gaan leuk. En toen dacht ik, hé, wacht even. Ik kan er een videoboek van maken, een MP4 van maken. Ja. Dus kijk hoe het is gegaan. Mijn man is dermatoloog toevallig, Ricardo Hu. Die heeft mij geholpen met informatie. Ik was helemaal niet te werken met PowerPoint. Wat moet ik doen? Mijn jongens hebben me daarbij geholpen. Rappa, de schrijver, heeft mij geholpen met de dingen, de woorden eigenlijk. De moeilijke woorden. Het wordt allemaal verteld, ja. Maar het zijn moeilijke woorden die we gebruiken. En ik begrijp het, u begrijpt het, maar leg het uit aan die kinderen. We hebben een probleem. En een heleboel mensen, die snappen het ook niet. Laten we eerlijk wezen. Ze begrijpen het ook niet. Want ik wist ook niet. Lockdown, oh my god, wat is dat? Partier, wat is partier? Ja, part, dat ga je nadenken. Dus zo heb ik toen met hulp van een paar van de mensen nu en mijn eigen denken een videoboek van gemaakt. Informatie. Eerste wat ik hoorde. Inderdaad, als je informatie wil geven, moet het kort zijn. En toen dacht ik, hoe bedoel je? Als het kort is, snap je niks. Het is iets langer. Als ik zeg, het is een informatievideo, iedereen gaat 1 seconde kijken, boei, dag. Maar ik wilde dat niet. Het is een boek in videovorm. En er zijn leuke animaties erin, heb ik allemaal zitten bedenken, moet ik doen, vrije dingen zoeken en ook van PowerPoint zelf. En daar is het dan gekomen, mijn eerste, waarin ik het echt heb over COVID, over het virus, wat is jouw algehele immuunsysteem, hoe moet je je beschermen ertegen en dan ook nog weer, wat is social distancing, ja wat is dat, iedereen hoorde het en weet u, dat is eerst gekomen. Ik heb een tweede gelanceerd, net vandaag. En dat houdt in de maatregelen. Lockdown, avondklok, al dat soort dingen. Uitgelegd, wat is het? Waarom moet je het doen? En waarom is het belangrijk dat wij ons houden eraan? Wij willen niet dat ons land straks ook belandt daar. Dat je moet gaan nadenken welke mensen mogen leven, welke niet. En dat is zo erg, want je hebt geen keus. Je moet een keuze maken wat zo moeilijk is, maar het gebeurt. Dus ja. Ja. Precies, mevrouw Indra. U heeft dit gedaan heel speciaal voor kinderen. Wanneer is het eerste videoboek dat gaat over het coronavirus gelaunched? 13 april. 13 Als ik april. Het goed heb, is het 13 april. Gewoon met haar goed. 13 okay. april. En heeft u al feedback gehad hoe het verloop is hiervan? Ja, ik heb een heleboel views erbij. 23k something like. Dus er zijn veel mensen die het hebben, met de 20.000, zoveel mm-hmm. mensen die het hebben gezien. Mm-hmm. En inderdaad hebben gelezen. Ik heb heel veel feedback ook gehad dan, daarbij shares ook. Wat belangrijk is voor mij, het gaat niet om Indra Hu, het gaat om de informatie. Wat is het? Wat doe je? Waarom is dit er? Waarom moet je het doen? Waarom moet je volgen, zo strikt volgen aan de regels? Onze COVID-team, oh, ze hebben me ook geïnspireerd, denk ik. Ik geef ze een 100. Wat ze zo uitleggen, weet je, heel duidelijk. Maar nu, vertaal het naar de anderen. Vertaal het naar de jongeren. Want zij stuiten tegen. Hè? En zij hebben zoiets van, waarom moet ik thuis blijven? Ik wil niet. Maar leg ze uit. Voor mij is het, als je informatie geeft, maak je dat mensen inzichten krijgen. Dat ze gaan nadenken erover. En dus daarom heb ik het gedaan. En ik heb gewerkt. Maar het is voor ons Suriname. Okay. Daarvoor. En u heeft het net gezegd, u heeft het gelaunched. Er zijn meer dan views gehaald dat u had verwacht. Vindt u dat u hiermee de doelgroep heeft bereikt die u wou bereiken? Zeker weten. Mm-hmm. Ik weet één ding. Met dit boekje, mm-hmm. met de beelden, wie heeft Facebook? Niet een 13-jarige, oké, enkele wel. Maar wie? De ouders. Nu is er plotseling zoveel tijd. Ouders weten even niet wat ze moeten doen, want het is niet gepland, hè? Ja. Dus ik dacht, weet je wat? Als ouders dit, Facebook ouders hebben dat. Als ouders dit zien, hun kinderen naar zich toe roepen. Lekker cozy in huis blijven en lezen en vertellen en kijken.
Een video kun je stoppen daar, want het is allemaal, het is ook op YouTube trouwens. Je kan stoppen en je kunt lezen erover met je kinderen. Ik heb je een deel al gegeven. Leg ze nog meer uit. Nog finfineer dan het kan bestaan. Dat ze het helemaal goed begrijpen. Wat krijg je dan? Dat ouders en kinderen bijeen zijn. Dat kinderen lezen tegelijkertijd, luisteren tegelijkertijd, nadenken. Met ideeën komen. Oh mama of papa, we kunnen dit doen, we kunnen dat doen. Dus ja, dat heb ik dan echt bereikt. Nu is het idee gekomen van een videoboek in verband met COVID-19. Maar als COVID-19 is afgelopen, wat mogen we nog meer verwachten? Gaat u door met andere videoboeken? Dat is de bedoeling. Dat vind ik wel leuk om te doen. Ik heb nu, hoe noem je dat? Ik heb het even geproefd. Ja. En ik heb zoiets van, oh, ik ben helemaal gehyped. Net dat er hype is van allerlei dingen. Dit vind ik echt leuk om te doen. En je ziet het op een andere manier. Hè? Kinderen kunnen het lezen. Dit bijvoorbeeld is nu, ik geef het aan iedereen. Wie wil, mag hebben. Maak er gebruik van. Deel het. Vertel, laat mensen het begrijpen. Laat ze het beter begrijpen. Want wij mogen geen grote breakout hebben, zeg maar. Tsunami is nu gezegend. We hebben maar, hoeveel is er nu als ik het goed heb? 3. En het is gebleven. Laat het biggie daar blijven. Lees dat ding en leg je kinderen uit. Want wij willen niet dat we straks moeten kijken naar, ah, jullie hebben de beelden gezien. Hoe erg is het niet? Je hart, je huilt. Ik huil mee. Als ik het zie, ik huil echt mee. Het is gewoon triest te bedenken dat je oma's er niet meer zijn, je opa's er niet meer zijn. Kinderen houden van oma's, opa's. Je ouders er niet meer zijn. Ik bedoel, ja. Mevrouw Indra, u heeft een videoboek geschreven met alle uitleg. Ja. En vandaag heeft u ook een tweede geplaatst. Dat gaat over lockdown, over de maatregelen. Maar welke maatregelen treft u zelf? Ja, sowieso heb ik lockdown al geheel bijna. Ik ben hier omdat ik hierover moet praten. Ja. Maar wat ik doe is zeker die social distancing. Mijn handen steeds wassen, deed ik altijd al. Ik ben een handenwassenfreak. Maar dat doe ik gewoon omdat ik weet, ik hou van koken. En ik weet, als ik ga koken, moet alles schoon zijn natuurlijk. Ja. Ik doe zoveel andere dingen. En ik weet, je moet voor jezelf, hygiëne, dat begint bij jou. Hé, hey, dat ik nu lees van, of ja, toen las Nederland en nog Italië. No? Dat denk ik bij mezelf, zijn jullie echt zulke vieze mensen? Denk ik, oh my god. Weet je, dus kijk, daar gaat het dan om. Je begint bij jezelf. Hè? En het moment dat je bij jezelf begint, leer je het aan. Je ziet het ook, mijn kinderen, was je handen. Mama, ik heb het al gedaan, maar dat is vroeger nog niet eens meer. Nu nog meer. Dus dat sowieso. Ik hou de distancing. Ik zorg ervoor dat ik niet op straat ga zomaar. We zijn met ons tweeën, mijn jongens zijn er niet. Dus als we naar de winkel gaan, zeg ik, man, waarom moet ik mee? Ga jij? Dan heb je één minder. You know what I mean? Ik ga niet met een hele horde iedereen moet gaan. Why? Je kan het anders regelen. Het is voor even. Neem die, hoe noem je dat? De moeilijke dingen, neem het voor nu even. Straks is het voorbij. Dan kan iedereen wel lekker genieten. Gezellig. Ja. Dus dat. Nou, ik zou vragen naar een boodschap. Maar u heeft alles al gezegd. In mijn laatste vraag. Mevrouw Indra Huur, mag ik u heel hartelijk dank zeggen. Dat u hier bent geweest. En we verwachten nog meer videoboeken van u. Want u zegt, u gaat door. Het zit er nu helemaal in. En ik vergeet mijn hoed niet. Eén ding wel wat ik wil zeggen aan jonge kinderen. Blijf thuis. Wees een hero, een held. Een held voor al de zieke mensen. Mensen met een zwak immuunsysteem. Voor je ouderen die jij kent. Al de ouderen. Blijf thuis. Als je van jezelf houdt, weet je hoe dat is. Hou van jezelf en dan zul je als vanzelf van je medemens houden. En ik zeg, blijf thuis, hou je aan social distancing, handen wassen. Zorg ervoor dat je gezond bent en dat je iedereen om je heen ook gezond ziet. Want dat maakt ons allemaal blij en gelukkig. Dank u wel, mevrouw Indra. En zoals ik al zei, we kijken uit naar meer. En je krijgt je goed. Dank u wel. Nou, kijkers, we hebben het gehad van mevrouw Indra Huur. Ze heeft een videoboek gemaakt waarbij het coronavirus op een kinderlijke wijze wordt uitgelegd. Gaat u daarnaar zoeken als u het nog niet heeft gezien. En als u het heeft gezien, geef de boodschap ook door aan anderen. Vandaag heeft ze een andere gelanceerd waarover de maatregelen worden daar belicht. En ik zou zeggen, als je nu op dit moment kijkt, dan wacht je even tot 1 uur wanneer we klaar zijn met Actua. Dan ga je ook kijken naar het tweede videoboek van mevrouw Indra Huur. Onze volgende gast, die staat klaar. We zijn er zo.